Hoe werkt de achteruitrijcamera op de nieuwe Opel Corsa? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem, zoals deze, of een presentatie over een Opel model. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je ons kanaal voor het eerst, van harte welkom. Maar vergeet niet om abonnee te worden, dit kost helemaal niks en kan gemakkelijk via de knop hieronder in beeld. Nou, in deze video gaan we dus uitleg geven van hoe de achteruitrijcamera werkt op de nieuwe Opel Corsa. We hebben al eerder video's gemaakt over de Opel Corsa, bijvoorbeeld met presentatie en uitleg over de luxe GS-lijn uitvoering. Ik zal hem hierboven uiteraard ook even linken, zodat je die in alle rust ook kunt bekijken. Maar hoe de achteruitrijcamera werkt en welke mogelijkheden zijn er, laat ik je nu zien. Nou, ik zit momenteel in de Opel Corsa en dan laat ik dus nu zien hoe de achteruitrijcamera werkt. En daarvoor moeten we hem uiteraard eerst in de achteruit zetten. Nou, dit is de handgeschakelde versie. Dan gaat inderdaad gewoon de ring omhoog, zoals bij Opel bekend is. En linksbovenin gaat hij in de achteruit. En bij de automaatversie zet je hem natuurlijk gewoon in de R van achteruit. En dan zien we hier de achteruitrijcamera. Nou, die is eigenlijk verdeeld in twee vlakken. En links zien we dus waar we recht achter ons zit eigenlijk. En deze lijnen is eigenlijk je stuurlijn. Dus als ik nou een stuur draai, dan zien we die lijnen ook meegaan dus met de stuurbeweging. Dus dan kan ik eigenlijk precies zien waar ik dan uitkom. De rode lijn, die is ook zichtbaar. Nou, bijvoorbeeld als er een trekker geplaatst wordt, zie je dat die daar dan ook terechtkomt. Zodat je precies kunt zien van hoe ver je eigenlijk kan. En eigenlijk geeft die lijn een beetje indicatie aan van dat is echt wel beter het maximale. Want we zien hier uiteraard de onderkant van de kentekenplaat, van het kenteken uiteraard. Aan de rechterkant zien we hier nou wat lijntjes. Dat komt omdat ik nu stilsta. Want dit is een hele slimme camera. Wanneer ik dus ga rijden en ik zet hem in de achteruit, ik ga bijvoorbeeld een parkeervak in, dan kan ik hier precies zien, sta ik hier mooi recht in het vak. Nou, je zult misschien denken van staat er ergens een drone boven mij te vliegen om dit te weer te geven. Maar dat doet hij dus niet. Hij neemt van tevoren neemt hij dus dit op. En dan projecteert hij hier dus op het scherm. Een super slimme camera die een perfect mooi beeld geeft van sta ik dus mooi recht in het vak. Maar er zijn nog een aantal andere functies en die zien we hier als we hier linksonder klikken. Nou, dan begin ik bij de eerste en dat is dus de standaard weergave. Wanneer we die dus aanklikken, dan zien we dus hetzelfde scherm die we net ook gezien hebben. We hebben dus links de achteruit de camera en rechts het overzicht, dus sta ik mooi recht in het vak. Nou, de volgende functie is de weergave 180 graden. Nou, dat is natuurlijk echt een prachtige functie. Het is nou een beetje lastig zichtbaar omdat ik momenteel in de werkplaats sta, maar hier geeft dus precies aan van wat er recht achter mij zit. Wat er links is en wat er rechts is. Dan heb je dus een 180 graden weergave van de camera. Super handig als je bijvoorbeeld een drukke weg in wilt rijden. En je bijvoorbeeld niet kan zien van, komt er wat aan. Kun je hier heel makkelijk zien van, komt er verkeer aan en is het veilig om achteruit de weg in te draaien. Nou, wanneer ik weer op deze klik, dan ga ik naar de ingezoomde weergave. En die geeft eigenlijk een beetje een ingezoomde weergave natuurlijk, het woord zegt het al. Op bijvoorbeeld een obstakel of hoe ver ik eigenlijk iets kan. Nou, als een trekker achterhoudt zit, zie je dit dus hier ook in beeld. Maar hier kun je een beetje inzoomen van nou, hoeveel ruimte heb ik eigenlijk nog. Tot aan de muur, tot aan de heg of tot aan de stoeprand, noem het dan maar op. En de laatste functie is eigenlijk automatisch. En als we daarop klikken, dan zien we dus deze weergave weer. Maar dan gaat hij dus automatisch naar de ingezoomde weergave als ik achteruit draai. Hij pakt niet automatisch 180 graden weergave. Daarvoor die moet ik dus eigenlijk handmatig invoeren. Maar zet ik hem automatisch en zal hij ook automatisch dus de ingezoomde weergave pakken. Nou, je ziet de super handige functies bij de achteruitrijcamera op de Opel Corsa. En deze camera is natuurlijk vergelijkbaar met de achteruitrijcamera die we ook hebben op de Opel Crossland X. Hier hebben we ook een video van gemaakt. Die zal ik hierboven uiteraard ook even linken, zodat je die in alle rust ook kunt bekijken. Nou, je ziet dus een super handige en makkelijke camera. Handige functies met die 180 graden weergave. En die functies zoals hier aan de rechterkant. Echt een super fijne achteruitrijcamera is dit. En ik zou zeker aanraden om deze bij te bestellen op je nieuwe Opel Corsa. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je een duidelijk en heldere uitleg hebt gegeven over de achteruitrijcamera van de Opel Corsa. Nou, wil je dit een keer in het echt bekijken? Je bent natuurlijk van harte welkom aan de Centurbo Noord 133 in Rode, waar we natuurlijk de Opel Corsa hebben staan. Nou, volgende week verschijnt weer een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem of een Opel model. En uiteraard hoop ik dat we elkaar dan weer zien. Tot dan!